Het monumentale kunstwerk De Blauwe Golven op het Roermondsplein van beeldend kunstenaar Peter Struiken blijft behouden. De Blauwe Golven kregen de voorkeur boven de Groene Golven. Het college moet nu kijken hoe het De Blauwe Golven kan behouden en herstellen. De langdurige discussie over een blauwe of een groene optie stopt hiermee. TV-verslaggever Hubert Vet sprak met beeldend kunstenaar Peter Struiken. Nou, goedenavond, ik zijn met Peter Struiken, ontwerper van De Blauwe Golven, waar we vanavond in de Arnhemse gemeenteraad debat en aangenomen motie hebben gezien. Ja, meneer Struiken, uw ontwerp van De Blauwe Golven lijkt erin behouden te worden. Wat is uw eerste reactie? Dat ik dat natuurlijk gehoopt had en dat dat dus nu gelukt is. En wonderlijk genoeg met een enorme meerderheid, terwijl het vorig jaar nog op 1 stem... Net niet is gesloopt. En dat is een forse winst. Ja, dus de politieke stemming is behoorlijk gedraaid in die zin. Hoe is dat zo kunnen gebeuren in dat proces naar uw inzicht? Ik denk dat vooral het maken van de tekeningen duidelijk gemaakt heeft. Mm-hmm. Dat het terrein waar het hier om gaat, dat is het eigenlijke terrein binnen de afrit, dus binnen de lus. Mm-hmm. Dat daar op een andere manier met al dat asfalt geen park viel te halen. En de uitwerking daarvan liet ook zien dat dat, ik meen, 17 bomen op dat enorme gebied zouden kunnen komen. En dat je daar natuurlijk geen park met een gezicht mee kunt maken. Wat wel aanvankelijk de suggestie was. De suggestie was dat het een verblijfsgebied zou worden, waar mensen hun hond zouden kunnen uitlaten, waar je zou kunnen spelen. Ja. Nou, daar is natuurlijk geen sprake van tussen al dat asfalt. Een belangrijk werk van u, wat toch ook al zo lang staat. Wat doet dat met u, dat er nou toch eigenlijk gezegd wordt van ja, dat vinden wij ook belangrijk, wij zien dat zo en wij willen dat graag behouden? Dat is heel positief. De aanpassingen die gewenst zijn, meer parkeerplaatsen, het elektrisch parkeren is iets wat ik heb voorgesteld en wat in het plan van de andersdenkende helemaal niet was opgenomen. Al die nieuwe voorzieningen die zijn heel goed mogelijk. Dus het is niet zo dat nu plotseling heel geforceerd die blauwe golven alleen maar om een soort esthetische waarde behouden blijven. Het is ook heel praktisch. Er kunnen meer in de toekomst meer auto's staan dan met het peperdure parkeerdek wat de vorige college voor koos. En dat dus zonder parkeerdek en dan nog meer parkeerplaatsen dan daar met dat parkeerdek mogelijk waren.